Er is een bitterballenoorlog gaande in Aalsmeer. Zowel de bierbroertjes als oma Bobs maken een bitterbal met bier in verwerkt. De bierbroertjes hebben daar een octrooi op en sommeren oma Bobs de productie te staken. Ze zijn verrast door de reactie van oma Bobs. Ja, wij zijn er zelf ook heel verbaasd over wat er aan de hand is. Want wij hebben al 7 jaar een bierbitterbal op de markt. En daar hebben wij toen de tijd een octrooi op aangevraagd en verkregen. Oma Bobs die is nu ook bezig met een bierbitterbal op de markt. En die hebben daarop aangeschreven. Maar wij dachten met hun aan tafel te kunnen gaan zitten. Maar ja, de heer Oltenhoff die heeft een persbericht eruit gedaan. En ja, volgens media is er een bierbitterballenoorlog. We hebben een bitterbal gemaakt met de praalbier, bitterblond bier. Ik wist dat de naam de bierbitterbal, dat was vastgelegd. Dus ik wist meteen ook al, dat ga ik dus niet gebruiken. Want het heeft die meneer. En opeens krijg ik een brief of ik daar wel onmiddellijk mee wil stoppen. Of wij moeten even ter tafel gaan zitten, komen samen. En dan kunnen we het misschien wel gaan schikken. Nou, dat gaat dus helemaal niet gebeuren. Want hij heeft een octrooi aangevraagd. Ja, daar ga ik me niet mee bezighouden. Ik wist het niet hoor. Hij zegt dat ik het wist, maar hoe zou ik dat moeten weten? Het boeit me namelijk totaal niet. Ja, maar waar hebben de bierbroertjes nou eigenlijk een octrooi op? Wij hebben een octrooi op frituurbare snacks waarin alcoholhoudende dranken verwerkt zitten. Dus of dat nou om bier gaat of om cognac, whisky, wijn, maakt niet uit. Alcoholhoudende dranken, die vallen daaronder. Volkomen flauwkul. Ik gebruik nu al in meerdere snacks gooi ik alcohol. Het is gewoon zo dat als ik bitterbal in een bier doe, nou, dat heeft niks met een octrooi te maken. Ik maak gewoon bitterballen zoals ik het altijd al doe, of kroketten. En nog vele met mij. Maar die meneer denkt, in al zijn onwetendheid, dat hij iets unieks heeft. Misschien heeft hij dat wel hoor, maar dat is niet op het ingrediënt. Dat is namelijk op het productieproces. Dit is een hele vreemde manier van zaken doen, vind ik zelf. Om gelijk de media op te zoeken. Ik denk meer dat het een beetje publiciteitsstunt is van de oma Bobs. Nee, het is natuurlijk geen publiciteitsstuk. Maar kijk, als jij dus daar een beetje zielig gaat lopen doen. Oh, nou is hij naar de media gegaan. Dan had je misschien, had die meneer misschien even naar mij moeten komen voordat hij die brief schreef. Ja, wie kaatst, kan ook de bal verwachten. De bitterbal in dit geval.